Yo, mijn naam is Tony Junior. Welkom bij Stars & Studios en hier woon ik. Kom verder. Hier worden heel veel feestjes gegeven. De bands die hier repeteren, die komen hier lekker een drankje doen in hun pauze. En de grap is dat ik hier ook een soort van ben opgegroeid. Echt al als heel klein jochie lag ik achter de bar te slapen met oordopjes in. En ik ben eigenlijk altijd dus opgegroeid in een bar en in de muziek en onder de muzikanten. Al op hele jonge leeftijd begon ik met drummen. En ik ga jullie nu even ruimte laten zien. Dit is het drumhok. En daar heb ik als heel jong jochie altijd achter een drumstel gezeten. Op mijn 15e dacht ik van, hé, ik ga een buurjongetje lesgeven. Die vroeg van, ja, kun je me een keer drumles geven? En toen kwam ineens zijn vader die ook les wilde. En daar de buurman weer van. En voordat ik het wist, had ik een volle dag. Toen dacht ik van bij mezelf, waarom begin ik geen muziekschool? En ja, dat is allemaal hier een beetje begonnen. Van 20 tot 21 kwam er een soort van hele grote switch. Want toen ging ik ineens van drummer naar DJ. Het is oprecht het lelijkste appartement wat er is. Ik woon hier dus 10 jaar. Want we hebben eerst op een andere locatie gezeten. En ik heb er nooit wat aan gedaan. Mijn keuken, daar is echt ook al 10 jaar niks aan gedaan. De kastjes hangen erbij, dat staat helemaal nergens op. Een van de weinige dingen wat ik laatst een keer gekocht heb, is mijn koelkast. Toen dacht ik, nou, dan ga ik meteen even een goede kopen. De grap is, ik drink dus nooit, behalve bij shows. Bij shows neem ik die vodka dan mee en dat leg ik dan voor als er mensen langskomen. Dus zelf drink ik niet. Daar ben ik wel trots op de koelkast. Ha! Heel veel mensen hebben misschien een fancy kledinghoek of kledingkast of kamer. En bij mij is dit het. Oei, oei, oei. Als ik ook één ding eruit haal, dan flikkert alles er meteen uit. En hier heb ik dan mijn schoenen staan. Ja, het is ook niet heel bijzonder. Ik hou van Vans en van Dr. Martens. Ja, deze schoenen kunnen gewoon alles hebben. Van airports tot modder bij festivals en zo. Dus die draag ik het liefst. Deze heb ik ooit in een opwelling gekocht. Ik vind ze eigenlijk helemaal niet zo mooi. Ik draag ze nooit. En dan deze. Deze vind ik wel vet. Maar ook vind ik het bijna zonde om op te lopen of zo. En dit is dus mijn slaapkamer. Lekker. Nou zijn er de laatste tijd best wel heel veel roddels geweest over maan en mei. Ik ga er niet te veel over vertellen. Maar nogmaals, we hebben het heel leuk samen. En meer zeg ik lekker niet. Jammer. Maar misschien heeft ze hier wel eens geslapen. Weet ik niet. Nee, grapje. Kom. Ofwel. En dit is de kamer waar ik de meeste tijd eigenlijk spendeer. Als ik niet op tour ben, dan zit ik hier tot diep in de nacht muziek te maken. En dan ga ik rond een uurtje of 10, 11 beginnen en vaak tot 5, 6 uur 's ochtends zit ik hier lekker te werken. De Fortnite hoek. Daar heb ik 2 PlayStations staan, goede headsets. En ja, waarom 2 PlayStations? Het is gewoon leuk als je met z'n tweeën kan spelen. Dus ja, toen dacht ik, wil er nog één. Ja, dit is mijn plekje waar ik eigenlijk het meest gelukkig ben. Ik zeg heel vaak, oh, ik ga even een weekje naar Azië of naar Zuid-Amerika om shows te doen. En het eerste wat iedereen altijd zegt, oh, fucking vet, ik wou dat ik dat ook had. En ik denk eigenlijk van, kut. Ik ben weg van huis, want ik heb dus heel erg heimwee. Ik vind shows doen, laat dat duidelijk zijn, het mooiste wat er is en muziek maken. Maar het reizen en het weg zijn van huis vind ik eigenlijk ook dus best wel kut. Ja, er hangen hier wat dingen aan de muur en dat is niet omdat ik zo'n fan ben van mezelf en daarom mijn eigen naam op bordje schrijf, maar toen ik net begon met toeren, nam ik af en toe wat dingetjes mee. Daar hangt er nog eentje. Ik heb een plaat die heet Immortal. Ik heb dat ook in mijn nek getatoeëerd. En dat was een van mijn eerste platen waar ik zeg maar een soort van mee doorbrak. Ja, ik weet niet. Ik vond dit gewoon een heel vet bord. Maar heel veel mensen vragen altijd naar mijn tattoos en waar het voor staat. En of het dat betekent überhaupt. En ja, al mijn tattoos betekenen wat. Mijn laatste tattoos, die heb ik een paar weken geleden gezet. Mijn laatste tattoo. En daar staat, Ain't No Grave Can Hold My Body Down. Het is een liedje van Johnny Cash. En ik vind het wel heel symbolisch voor mij. Van, ik ben een soort van projectiel dat door het leven gaat. En ik laat me door niets tegenhouden. En zelfs een graf zal me niet tegenhouden. Je ziet het, DJ Les Nederland. Het is onderdeel van mijn DJ school. Ja, hier kan ik zelf, als ik voordat ik een show mijn plaat even uitproberen, kan ik zelf even lekker draaien. Hier wordt dus DJ les gegeven, producer les, zangles. En nu op dit moment dus ook pianoles. En hier zijn we soort van in het backstage gedeelte van de studio's en de bar en weet ik het allemaal. En raad eens wie er zit.
Je zou het niet meer verwachten. En dit is mijn vader. Ik mag hier ook wonen. Dat is handig. Ja, dat is lief voor mij, hè? Ik ben Tony Peroni. En ik ben hier gewoon de baas. Flikken te vertellen. De echte grote baas is dat, hoor. Ja. Heel veel mensen die weten of vragen ook over mijn luipaardprint addiction. Ik heb een hele lange periode, of nog steeds, dat ik gek ben op luipaardprint. Maar ik heb dus een aantal dingen, los van tattoos op mijn been, in luipaardprint. Maar ook een prachtige garage. Met daarin een luipaard Vespa. Ja, fucking lelijk. Ik vind hem zelf ook lelijk, maar het is wel vet. Ik denk wel dat het eigenlijk een van de weinigen is die er zo uitziet. De scooter, tatoeages en heel veel dingen in mijn kamer. Dat heb ik niet eens gezien in luipaardprint. Heb ik ook een mooie Audi A8 limo in luipaardprint. Ja, ik kan nu wel doen alsof ik er heel veel verstand van heb en allemaal specificaties van de auto vertellen, maar... Ja, hij is luipaardprint, hij rijdt heel lekker. Hij zit ook heel lekker. Massage in alle stoelen. Stoelverwarming. Goede speakers. Prachtbakken, jongens. Dit was mijn rondleiding, mijn thuisbasis waar ik het liefste terugkom als ik op tour ben geweest. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden, leuk vonden. En ik ga nu naar binnen, want ik heb het koud. Bedankt voor het kijken. Doei.